Grote investeringen zullen op korte termijn niet mogelijk zijn binnen het leger. Dit haalde minister Krishna Mathura van Defensie vanmorgen aan voor aanvang van de eerste vergadering van de Raad van Ministers. Investeringen zijn volgens haar niet mogelijk vanwege de crisissituatie. Mathura geeft verder aan dat alle medewerkers, middelen en logistiek zo goed mogelijk ingezet zullen worden om de samenleving goed van dienst te zijn. Want defensie kost wel wat. En die samenleving heeft recht om iets terug te krijgen daarvoor. Dat is één. En daar zal waarschijnlijk de focus liggen. Ik moet dat ook allemaal bespreken. Maar wat in het regeringsakkoord staat, is dat de natuurlijke hulpbronnen beschermd moeten worden. In de kustvlakte, maar ook in het binnenland. De grensbewaking en ondersteunende taken. En het tweede wat heel erg belangrijk is, het imago dat het leger heeft. En het zal een hele professionele imago moeten worden. Waar als we naar een militair kijken, dat we zien het boegbeeld van vaderlandsliefde, van dienstbaarheid, van professionaliteit, van discipline. En dat dat een inspiratie is voor al onze jongeren en die samenleving. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken haalde aan genoeg werk te hebben voor de ambtenaren die thuis zijn gezet. Enkele hebben zich reeds aangemeld en volgens de bewindsman volgt er een oproep aan de overige thuisblijvers om zich ook aan te melden. Nou, die dag dat ik geïnstalleerd, protocol, toen belde een paar mensen die thuis zaten me op van meneer Noor Mohammed, ik wil komen werken. Ik ga dat eerlijk zeggen, mensen van mijn partij. Ik heb gelijk opdracht gegeven. Begin alle mensen die je kent direct roepen, ze komen direct de eerste aan het werk en zijn geweest. Ook degenen die niet van uw partij zijn? Dus nu komt het verhaal. maar dan blijkt dat er nog meer mensen thuis zijn waarvan ik niet weet. Dus zodra ik dat weet, roep ik ze ook op. En gisteren zijn nog een paar bijgekomen, gelijk aan het werk gezet. Nu blijkt dat er een hele lijst is. Dus die lijst heb ik gisteren gehad. Die mensen ga ik ook allemaal uitnodigen, want ze worden betaald. En werk heb ik genoeg. Dus niemand hoeft bang te zijn. Okay. Ik heb genoeg werk voor iedereen. Okay. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Onze nieuwsdienst heeft vanmorgen enkele ministers op de stoep van het kabinet van de vice-president gesproken voor aanvang van de eerste raadsvergadering.